Welkom op de openingsshow van Voedswiering Werf BV. Na vele jaren te zijn gevestigd op de Industrieweg in Middenmeer, zijn we per 1 januari verhuisd naar industrieterrein De Schelphorst in Wieringenwerf. We hebben hier een geheel nieuw pand gebouwd met een mooie, ruime showroom, een groot onderdelenmagazijn en een grote werkplaats. Met het betrekken van deze nieuwe locatie zijn wij helemaal gereed voor de toekomst om de agrarische klanten, loonwerkers, grondverzetbedrijven, bloembollentelers en overheidsorganisaties van producten en service te voorzien. Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 januari leiden wij u graag rond door ons nieuwe pand en vertellen wij u graag iets over de producten die wij verkopen. Wij hebben alle machines van de producten die wij vertegenwoordigen naar onze vestiging gehaald en kunnen u dus alle nieuwe machines mooi laten zien. Machines die er echt uitspringen zijn de Nieuw-Holland T7 300 Long Wheelbase, waar ik hiervoor sta. Maar ook de DeWulf Enduro Bunkerrooier is echt een eyecatcher. We hebben diverse VGM-producten en Vicon Crenland machines staan. Daarnaast hebben we een mooie lijn tuin- en parkmachines, met daarin ook de elektrische voertuigen van Goupil en Evum staan. Ik heb nog heel veel producten niet genoemd, maar daarvoor heten we jullie graag welkom deze week in Wieringenwerf.